Vorig jaar kwamen er nieuwe buren bij ons naast en die waren gevlucht uit Syrië. En ze hebben bijna 1 jaar in het AZC gewoond en waren daarom ook heel erg blij toen ze hier in een huisje mochten wonen. We hebben ze ook wat beter Nederlands geleerd, want mijn moeder had een app waardoor ze Arabisch kon vertalen. Ze hebben ons alles verteld, bijvoorbeeld dat ze in Syrië 8 keer waren verhuisd. Om elke keer maar een veilig gebied te vinden. Ze denken in het algemeen dat alles aan is moord. Ze doen die paten voor te vallen, vervuld of vergoed. Ze doen die willen leven en die sterven voor zichzelf. Ze doen die willen vechten en die vechten voor de hel. Iedereen is anders. Angst in de school. Was de boot nog eens gezonken en moest hij helemaal naar Turkije terug zwemmen. Toen ze hier aankwamen hebben we de buurt gevraagd om matrassen, bij de goede televisie en nog veel meer in te zamelen. Dat is gelukt, nu hebben ze een mooi huis. Ze hebben nu weer geen zicht kapot, voor wie die dat niet doet. Ze hebben nu gesparen in de kop, voor een latere bestaan. Ze bloeien met in de broenen en die kon het meestal slaan. Ze hebben nu die morgen komen en die moeten laten weg. Iedereen is angst, angst in de school. Ja, ja, iedereen is angst. Waar dat niet zo lang, waar de wereld door, dan waar de wereld door. Oh,